Dit is mijn konijn. Ja. Onder mijn bed. Zo is dit roze. En dan kan je hem ook zo doen. En dat is dit roze en dit roze. Hallo, wij zijn de zoete zusjes weer. En vandaag gaan we wat superleuks doen. Namelijk de Q&A. Wat is een Q&A? Jullie hebben allemaal vragen gesteld. En wij moeten ze beantwoorden. Voordat we met de Q&A gaan beginnen, we hebben wat heel tofs. Namelijk een zilver playbutton. Oeh, ja. Yeah. Van Juju. Ja, en dat zit hier. En dat is net als een spiegel waar je in kan kijken. Nu kan je mijn vader zien. Ja. Oeh, ja. Yeah. Al ropen. Oh. Ziet hem lachen. Ja. Yeah. Ik zag hem lachen. Ja, hier staat. Kijk, hier staat de zoete zusjes. En nu komt het even in het Engels. Verpassing 100.000 subscribers. Oh, abonnees. We hebben dit gekregen omdat we meer dan 100.000 abonnees hebben. Yay! 100.000 abonnees! Dus daarom bedanken we jullie, want eigenlijk hebben jullie deze prijs aan ons gegeven, omdat jullie hebben geabonneerd. Dankjewel! Iedereen! Die meedeed! We leggen hem voorzichtig weg en dan gaan we Q&A. De eerste vraag is van Mila. Ze wil graag weten of we huisdieren hebben, ja of nee. Smila, pak even wat erbij. Hier is ons huisdier. Ja, we hebben een huisdier. Jackie is zo lief. Lief, hè? Jackie is lief. Jackie, kijk af. Oh, Jackie. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Take me away. I want you for myself every single day. Yeah. Set my world on fire. Breek hem nu weer naar zijn hok. Lieve vraagt of we lief in het zwembad zwemmen of in een meertje. Nou, ik weet het al dan. Zwemmen in een meertje. En ik zwemmen met mijn papa. Ik zeg in een meertje. In een meertje met een glijbaanboot. Ja, ja, ik zei meertje omdat wij gaan maar elk jaar naar vakantie en dan gaan we naar Frankrijk en dan gaan wij naar de meertje en daar zijn glijbaanbootjes. Dan gaan wij elke vakantie gaan we daar wel heen. Dus wij zwemmen liever in een meertje. Esmee vraagt, wat is jullie lievelingsspel? Nou, papa pakt ze even. Ik deze en ik deze. Mijn spel heet Huisje, boompje, beestje. En mijn spel heet Stratego. Stratego? Ja. Julia vraagt, zouden jullie op paardrijden willen? Ja. 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 Ik wil ja. Paardrijden. Ik wil dan op Cavani. En ik wil op Violetta. Violetta wil altijd een rondje lopen. We hebben al een keer paard gereden en mijn paard was helemaal wit. Mijn paard noemde ze een prinsessenpaard, maar hij heet Calvani. Mijn paard is helemaal bruin en mijn paard is ook een klein beetje een prinsessenpaard. En haar paard heet Violette. Ja, en een prinsessenpaard.
Als je prinsessenpaard hebt, dan moet je altijd je rok aan. Mijn paard was ongeveer zo groot. En mijn paard was ongeveer zo. Toch? Ja. Dus we willen heel graag op paard rijden. Ja, Michelle vraagt, wat is jullie lievelingsfilm? Cabri Love Cruise. Cabri Love Cruise. Ik vind die film zo leuk, omdat ze het op een boot is en er komt een dief en ik hou van dieven. Ja. Niet echt dat ze dat stelen, maar ik hou gewoon dieven als een film of in een boek zitten. Dat is leuk. Of echt gebeurde boeken. Noah vraagt, hoe oud zijn wij? Nou, ik ben 7 geworden en Janna is 3 en die wordt na de vakantie 4. En dan komt ze op de grote school. Basisschool. Sanne vraagt, wil je liever glitterborrel of scheetjes doen die naar bloemen ruiken? Nou, wil jij? Ik weet het denk ik al, maar ik ga het nog niet zeggen. Ik ga het naast Janna zeggen. Ik... Een boer met glitters. Ik kan gewoon niet kiezen, allebei. Dus ik zeg maar gewoon allebei. Ik ga nu proberen om glitters te boeren. Janna, kijk eens naar mij. Ik heb glitters en nu, op de camera gedaan. En nu scheetjes niet de bloem ruiken. Want als ik boeren laat op school, dan komt de hele klas voor met glitters te zitten. Dat lijkt me wel leuk. Maar ik ook. En als ik scheetjes laat, heb ik eigenlijk een beetje parfum op. Er zijn heel veel kinderen die willen dat wij hun namen roepen. Nou, dat gaan we nog wel doen. Tanuba! Brits, Noor en Rania. Dunja! Meerte! Meerte! Roemeesa! Lauren! Rianne! Sanja! 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 S! Mee! S! Mee! Anouk! Ivana! Lina! Zoe! Na! Didi! Natu! Maaike, Lieke. Maaike, Lieke. Dané. Shalia. Astrid. Lianna. Elle. Iedereen. Lea vraagt, wat willen jullie echt niet doen op vakantie? De staai zwemmen. Makkelijk. Of tussen... Ik wil niet op vakantie. Tussen hele enge dieren zwemmen. Ik wil niet tussen de enge dieren spelen. Maar ik wil wel op vakantie. Jay vraagt, wat is jullie favoriete challenge? Ice cream versus wiffle challenge. Niet die met stokjes, maar met schepijs. En ja, Janna? Ik vind de emoji challenge leuk. De leukste. Dat je echt een emoji bent. Lot vraagt, wat is jullie leukste dag? Nou, ik denk dat het wel de allerleukste dag wordt. Want ik ga het nog doen. Ik denk dat het de allerleukste dag wordt. Maar... Oh. Disneyland! Ik ook naar Disneyland. Wij gaan naar Disneyland. En ik wil zo graag in de paardendraaimolen met mijn mama. Ze hebt het zo. Altijd over de paardendraaimolen. Misschien is er dat geen eens. Misschien wel. Saskia vraagt, hoe groot zijn wij? Gaan we even nu meten. Ik wil eerst meten. Nou, we gaan maar even de muur aan zien. Jij bent... Hoe groot ben jij eigenlijk? 1,07 meter. Mag ik nu bij jou doen? Ja, jij bent nog groter. Ik ben 1,24 meter. Alicia vraagt,
houden jullie van vis om te eten? Ja en ja. Nee. Nou, eerst gaan we de haring even proeven. Dit is haring en dat vinden wij, denk ik, wel vies, maar ik weet het niet zeker. Ik ga proeven. Ga jij het proeven? Ja, ik ga proeven. Ga ik het ook proeven. Het smaakt, hoe het ruikt, zo smaakt het. Oeh, het moet echt even weg. Deze vis vinden we dus vies, maar deze vis vinden we kapot lekker. Lekker met sausje. Dit is kibbeling. Heel lekker. Nou. Lekker. Lekker. En vond je het filmpje? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Onder onze video. Doei! Lekker. Echt heel lekker. Just call on me.